Antibiotica-resistentie is een groot probleem. Om te voorkomen dat antibiotica-resistentie groeit en dat er meer mensen terechtkomen in quarantainetenten zoals deze, zijn we vandaag in quarantaine met... Aris Prins, apotheker. Dag Aris. Hey Christa. We gaan onze handen desinfecteren. Ik ga met je mee. Nou, hoe vaak krijg jij nou te maken met een antibiotica-aanvraag? Dagelijks verschillende aanvragen. Dat scheelt per seizoen, per maand. Als de R in de maand zit, dan met het griepseizoen krijgen we meer aanvragen. Maar je zegt in het griepseizoen, maar antibiotica is helemaal niet voor griep, toch? Dus wat is daar de link dan tussen? Dat is ook heel lastig te bevatten. Griep komt door een virus. En een virus is eigenlijk iets wat je lichaam zelf moet oplossen en zelf moet aanpakken. Alleen, mensen zelf zien het verschil niet of ze nou een virus of een bacterie hebben. Is voor een arts overigens ook heel lastig om dat te diagnosticeren. Ja. Het is alleen wel zo, als je behandelt, dat is denk ik echt de stelregel, behandel goed. Mm-hmm. Wat je vaak ziet namelijk is dat huisartsen te laag doseren met kinderdoseringen. En dat is echt een gevaar voor resistentie. Ik snap die huisarts ook. Huisartsen worden ook onder druk gezet door ouders. Die dan denken, mijn kind is ziek, dus daar moet iets mee. Wat kan jij als apotheker nou doen om antibiotica-resistentie tegen te gaan? Nou, meer echt dichtbij een stukje samenwerking met de huisarts. Dus ook daadwerkelijk kijken, is het middel op het juiste moment voor de juiste persoon voorgeschreven? Ja. En er is één hele duidelijke stelregel eigenlijk überhaupt. Of behandelen of niet behandelen. En wij zijn nu aan het kijken, doseer maar niet. Dus schrijf wel het middel voor, maar doseer maar niet. En dan doseren wij op basis van gewicht, volgens de standaarden, wat de beste dosering is. We moeten het echt een beetje blijven zien, dus als het laatste redmiddel dat er is. Ja, het zijn geen snoepjes. Antibiotica zijn niet voor niks op de markt. Die zijn echt om als redmiddel te helpen. En alleen als het noodzakelijk is gegeven dient te worden. En inderdaad, als we resistentie krijgen, dan hebben we op een gegeven moment over een jaar of 10 geen antibiotica meer. Om ons dus te redden. Heb je al getekend? Ik heb nog niet getekend, nee. Wel heel belangrijk dat we gaan tekenen allemaal, toch? Dat vind ik extreem belangrijk, want ik denk dat elke zorgverlener zijn handtekening moet zetten onder goed antibiotica-beleid. En dat we daardoor dus antibiotica-resistentie kunnen tegengaan. Kom op. Dankjewel. Graag gedaan. High five. High five.